Wij zijn Europa, Europa is van ons en ook de toekomst van ons ligt in Europa. Nederland is een land wat meer dan welk land dan ook afhankelijk is van de Europese Unie. Niet alleen economisch, maar ook de waardegemeenschap die eraan ten grondslag ligt. Wij waren niet voor niets een van de oprichters van de Europese Unie. En voor degenen die echt willen weten dat Europa belangrijk is, die zou ik willen adviseren, reis eens naar buiten Europa. Ga eens naar China en kijk eens met de bril van daar naar wat er op dit moment in ons continent en in onze Unie gebeurt. En dan weet je, er is maar één weg, dat is de weg vooruit om te komen tot economische en financiële hervormingen en tot verdergaande integratie om te voorkomen dat we dadelijk helemaal niet meer relevant zijn in de wereld. De Europese crisis is een geloofwaardigheidscrisis geworden omdat politici eerst alle ruimte hebben gegeven aan de financiële markten om hun vrije spel op die markten helemaal uit te leven. Dat heeft de burger en lidstaten die nu moeten opdraaien voor de tekorten heel veel geld gekost. Doormodderen op deze weg is volstrekt zinloos. Wie geloofde nog dat wij het geld met rente, zei Jan-Kees de Jager, van Griekenland gaan terugkrijgen? Ik niet. We moeten stoppen met die noodfondsen. We moeten stoppen met goed geld naar kwaad geld te gooien. En we moeten zorgen dat er in Europa eerlijkheid is over de oorzaak van de problemen. Die is veroorzaakt door politici en door de bankaire sector. Daar moeten we een halt aan toeroepen. Want anders dan zullen wij tot in lengte van jaren met draconische bezuinigingen in de noordelijke lidstaten, ook in Nederland, geconfronteerd blijven. Dat vindt de SP onaanvaardbaar. D66 is een Europa-realistische partij. En daarom zeggen wij ja tegen Europa. Europa is voor twee dingen ontzettend belangrijk. Vrede en veiligheid. En het tweede, zorgen dat de gevolgen voor Nederlandse burgers van de mondialisering in goede banen wordt geleid. En daarom moeten de komende 5 jaar tenminste 3 dingen gebeuren. 1. Een democratische Europa. Direct gekozen president. Europese lijsten. Europees correctief referendum. 2. Een bankenunie, ontzettend noodzakelijk en wel binnen 5 jaar, zeg ik tegen Van Bommel. En het derde is zorgen voor groei, welvaart en banen. Daar staat D66 voor. Ja, ik zou tegen de mensen zeggen, laat u niet bang maken, al die verhalen van de Rotterdamse haven. Er zal gras groeien op de kaders, want dat ligt allemaal stil. Er zal geen handel meer gedreven worden. Denk aan die grondwet, wat er toegezegd werd. Het licht gaat uit, werd door een D66er gezegd. Het licht gaat uit. Nooit gebeurd. Grondwet werd afgekeurd, dus wat dat betreft, alles gaat gewoon door. Je kunt gewoon handel blijven drijven. Ook voor de euro dreven we handel. Die euro en de noodfondsen waar we nu in moeten betalen, die bodemloze putten, die kost nu een gemiddeld gezin met 2 kinderen 16.800 euro per jaar. Nu al aan garanties en tegoeden en concrete stortingen. Er zijn redenen genoeg om uit die EU te gaan. 7,5 miljard per jaar betalen we aan contributie aan die EU. We zijn de grootste betaler, we zijn een groot betaler. En boven dat alles, Nederland zal nooit een provincie zijn of worden van een groot Europa, van een Europese superstaat. Nooit. Nederland is een soeverein land en we hebben recht op zelfbeschikking. We leven in een tijd waar we het kamp hebben met een economische, een financiële, een klimaat, een voedselcrisis. En dan kan je denken, dat kunnen we wel in ons als het landje zelf wel oplossen. Maar de oplossing en het antwoord op deze crisis is te vinden door Europese samenwerking. En niet alleen Europese samenwerking op grond van de economische groei, maar ook een samenwerking op het gebied van waarde. De weg vooruit is niet doormodderen, zoals veel partijen graag willen, omdat ze bang zijn een eerlijk verhaal te vertellen aan de kiezer. Maar de weg vooruit is aanpakken. Want er is geen andere optie. Ja, voor de VVD is Europese samenwerking een groot goed en dat moeten we koesteren. En die heerlijke liberale interne markt voorop, daar mogen we zelfs nog wat stappen verder zetten. Samenwerking is goed, maar dat maakt de Europese Unie niet tot een doel op zich. Het is een middel van samenwerking. En die samenwerking tussen de landen is waar de waarde in zit. Niet in een soort noodgedwongen proces van altijd maar verdergaande integratie. Want die Europese Unie moet er zijn voor de burgers en die moet dus werken en iedere dag meerwaarde bieden voor Nederlanders, Belgen, Fransen, Duitsers, iedereen die daarin zit. En als wij daar niet in slagen, dan heeft het ook geen bestaansrecht. En ik zeg wij, want er komen eigenlijk helemaal niet zoveel regels van Brussel. Er komen heel veel regels via Brussel. En daar zijn we zelf bij. Daarom vindt de VVD dat het Nederlands parlement, wij allemaal, onze bevoegdheden die we hebben in het Europese proces, sterker moeten nemen. En dat is ook goed voor de democratie en het draagvlak bij de bevolking, of in ieder geval de mening bij de bevolking, want wij staan nu eenmaal dichterbij.
En zo wil de VVD ook via de nationale parlementen democratisch bouwen aan een sterker Europa, waar afspraak afspraak is, stevig toezicht is en een scherpe handhaving. Een Nederlandse Europa dus.